Goedenavond. De bestuurder die een ravage heeft aangericht in Nieuwegein is opgepakt. Het resultaat? 3 beschadigde politieauto's, beschadigde geparkeerde auto's en ook nog een lichtgewonde agent. Het begon ermee dat de bestuurder van een Volkswagen Golf zich raar gedroeg, maar niet wilde stoppen voor een stopteken. In plaats daarvan ontstond een achtervolging die zelfs over een terras ging. Daar zat trouwens niemand. Het eindigde toen hij spookrijdend de A27 wilde oprijden. Toen werd hij klemgereden en kon hij met getrokken pistolen worden ingerekend. Morgen in de krant aandacht voor de sexy Koerdische popster Helly Luf. Bepaald geen vriendin van IS. De terroristen willen zelfs dat ze vermoord wordt. Onze correspondent Ralf Dekkers zocht erop aan het front in Erbil in Irak. Met haar gouden stiletto's en helrode haar is Helly Luf het Koerdische antwoord op de gruwelvideo's van IS. De Koerdische zangeres nam haar laatste video op hier aan de frontlinie in Irak. Het is vooral een steunbetuiging aan de Koerdische Peshmerga-strijders. A revolution is about Kurdistan uniting together with all countries and basically becoming one and fighting against the ISIS. I wanted to show the truth of the war, and that's why I couldn't take the Peshmergas or the tanks away from the war, so only option I had was to actually go there myself. It's a revolution. Wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren? Morgenavond wordt de slag bij Waterloo nagespeeld door zo'n 5000 acteurs uit meer dan 50 landen. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de echte bloedige veldslag plaatsvond. Zondag haalt de 8 in het huidige Formule 1 seizoen Oostenrijk. En Max Verstappen denkt dat een top 10 notering morgen bij de kwalificatie te doen moet zijn. En zondag staat een van de populairste popsterren van dit moment in de Ziggo Dome met haar 1989 World Tour, Taylor Swift. Haar huidige single Bad Blood staat op het punt om haar 8e top 40 hit te worden. Fans krijgen zondag in Amsterdam een hele visuele show te zien, heeft ze beloofd. Met nummers van haar laatste album zoals Shake It Off en Blank Space, maar ook eerdere hits. Toen de kaartverkoop begon, in november was het concert binnen 20 minuten uitverkocht. Morgen bij Telegraaf TV een huiveringwekkende video over Carina uit Den Haag. Een crackverslaafde moeder van 32. Ze wil graag afkicken en ze staat op de wachtlijst om geholpen te worden. Maar als dat niet snel gebeurt, kan het wel eens te laat zijn. En voel je het dan nu al gelijk? Ja. Ja, super relaxed. Super relaxed voel je? Ja, dan denk je even... In je hoofd of ook gewoon ontspannen gelijk? Ja, ontspannen dan denk je van... Het gaat een keer fout natuurlijk. Het gaat gewoon een keer fout. Ik kom de verkeerde tegen of dit of dat. En ik ben niet te stoppen meer, snap je? Ik kan mezelf ook niet stoppen. Morgen de hele video bij Telegraaf TV. Het weer nog voor morgen. Kans op een bui en niet al te veel zon bij graad of 17. Zondag, de langste dag van het jaar, iets warmer. Maar 's middags ook weer regen. Fijne avond, fijn weekend ook. Dag.